Ja, toch? Yo jongens en meiden, ik heb weer een video voor jullie vandaag en we zitten hier weer mooi in mijn leuk studiootje in Den Haag. Shout-out naar Den Haag, mooiste stad van Nederland. Zeker wel, zeker wel. Sommige mensen vragen mij van waar zou je eigenlijk nog willen wonen naast Den Haag? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Kijk, Rotterdam heeft geen sfeer, dat is gewoon gebouwen. Amsterdam is gewoon hoerenduur, dus ja, fuck dat. Utrecht, kan nog wel. En de rest is eigenlijk kaka. Ik bedoel, niemand wil in Groningen of Leeuwarden of Lelystad of weet ik veel, al die andere kakplekken wonen in Nederland. Dat is gewoon niet nice. En ik bedoel sowieso al niet in België wonen. Maar vandaag ga ik reageren op iets super Nederlands en dat is de rijdende rechter, heet het? Ja, het heet rijdende rechter, denk ik. Maar er staat hier iets anders. Er staat hier Mr. Frank Visser doet uitspraak. Ik heb het nog nooit echt gezien. Het is echt iets super Nederlands. Daarom is het leuk als ik als Belg daarop reageer. Ja, super leuk idee toch? Super origineel. Het leek mij leuk om daar even op te reageren. Ja, eigenlijk heb ik het advies gekregen van hey ja, Alex, reageer daar eens op. En dat is wat we zeker gaan doen vandaag. Vergeet niet te liken, abonneer even en ja, we gaan even beginnen hier met kijken, denk ik. Ik ben benieuwd. Ik ben echt super benieuwd. Ik vind het persoonlijk een hele pittige zaak vandaag. De emoties vliegen alle kanten op. En ik heb eigenlijk geen idee meer wie nou toch de waarheid spreekt. Kijk, de dames staan al te wachten in het zonnetje. Hartstikke goed. Haal ik de buren erbij. By the way, er is niks grappiger dan oude mensen die ruzie maken met elkaar. Zeker als dat gefilmd wordt. Dus dat is gewoon helemaal top dat dit eigenlijk bestaat. Dus de middelste vrouw ziet er al een beetje vroes uit. Ze zien er eigenlijk alle drie niet zo blij uit. Als ik het even kan zeggen, maar oké. Nou, beste buurtjes. Groeten we elkaar nog? Nee, ik niet. Nee, groeten hoeven mij niet. Ik groet al heel lang niet meer. Ja. Jullie zeggen, Marjan, wij hebben eigenlijk toen geprobeerd die schutting te redden. Ja. Die schutting die stond op instorten. Jullie... Nee, maar ik word er logenaar zeg. Maar Fred even ik rustig. Ik hoop toch echt dat hij nu een hartinfarct krijgt. Maar... Ho. Ik ga weg. Geweldig. Wow, yo. We zijn nog maar anderhalf minuut in deze video en it's fire. Die vrouw zegt gewoon, dan krijg je hartinfarct. Wauw. Is dit echt een typisch Nederlands ding? Dat die oudere mensen uit Nederland zo crazy kunnen zijn? Als je, zeg maar, als je niet wist dat dit oudere mensen zijn, dan zou dit gewoon kinderen kunnen zijn. Dit is echt super kinderachtig eigenlijk. Wel grappig, maar kinderachtig. Hoi, wat Annelies, zeg? Dit soort dingen wil ik niet dat je zegt. Hoe kan je tegen iemand zeggen die een hartoperatie gaat hebben? Ik hoop dat je ter plaatse een hartaanval krijgt. Is dat normaal? Maar ze is ook aardig. Rustig. Als ze niet gesopen hebt, dan is ze aardig. Rustig. Als ze niet gedronken hebt, dan is ze aardig. Nee, maar ook eens Ik ben ook wel aardiger als ik gesopen heb. Zeker wel. Zo is iedereen wel, denk ik. Ik bedoel, ja. Staan hier gewoon volwassen mensen in de straat. U bent steeds donker. Van de 360 dagen ben u donker. Fred, dat doet er niet toe. Leugens. Kijk naar die kop van je. Leugons. Dat is net zoals het woord 7. Sommige mensen 7 uitspreken. Is toch gewoon 7. Leugons, 7. En dan zeggen jullie dat Belgen soms raar praten. Sorry hoor, maar even normaal doen. Hoe kan ik nou in godsnaam mensen discrimineren? Ik ben zelf een buitenlander. Dat is zo'n domme opmerking. Dat is altijd zo. Waarom zou je mensen niet kunnen discrimineren als je ook zelf buitenlander bent? Ik bedoel, dat bestaat ook gewoon. Dan kun je gewoon nog steeds mensen discrimineren. Het is een teken dat jij een buitenlander bent. Dat is zo fucking dom. En zoveel mensen zeggen dat in de... Ik kan niet discrimineren, want ik ben een buitenlander. Ja, nee, zo werkt dat niet. Je kunt wel degelijk... Iedereen kan discrimineren. Stupidass opmerking was het wel. Ik denk dat hij zo doordraait omdat hij geen gelijk krijgt. En als hij geen gelijk krijgt, dan is het fout. Welkom, we zijn hier in Schagen. Dit is dan het stuk, denk ik, waar er echt een soort rechter of advocaat of zo bij komt. En dan iedereen, ja, nou ja, dan wordt er zeg maar een uitspraak gedaan van wie nu echt gelijk heeft. Of wie shit moet fixen, zoiets of zo, denk ik. Ze heeft een open hartoperatie gehad. Nou, ja. Goed. Ja, hoef je goed. Niet te laten zien. Ja, ik geloof u. Rechtslaag. Hoef je niet te laten zien. Nou, ik weet wel dat hij de schutting wilde verstevigen, want het was in januari. De guy die daarnaast, hij lacht wel echt de hele tijd. Iedereen is daar zo boos, super zuur. En als ik hem... Hij ziet er ook een beetje stoned uit of zo. Ik weet het niet. Of iets van... Op 4 juli ja. 2018. Juli. Weer zo'n fucking woord. Was het toch opgelost toen? Nou, mag ik wat zeggen? Ik ben een van de oudste bewoners van de Bloemstraat. Ja. Ik woon daar 17 jaar. Uh-huh. En waar jullie... Een elite van de Bloemstraat. Je hoort het. 17 jaar. 17 jaar. Zij is het. Zij is daar. En wat maakt het uit of zij nou lesbisch is? Ik ben ook lesbisch. Huh. Ik hou van vrouwen. Huh. Maar niet van haar leeftijd. Ja, oké. Hier ga ik niet eens iets op zeggen. Uitgescholden wordt voor dikkerd en asociaal. Goed. Terwijl ik nog niks gedaan heb. Dat weet ik dus niet, maar er wordt ook gespuugd naar mijn moeder toe. Nee, ik weet niet. Wat zij gezet hebt tegen mijn vrouw. Kutwijf. Kutwijf. En hart. Meester Vinders, als ik het had gehoord. Ja.
Dit lijkt echt gewoon kinderen in een kleuterklas die ruzie hebben met elkaar. Dat is echt crazy. Weet je wat wel grappig is? Zeg maar volwassenheid. Het concept volwassenheid. Wanneer je volwassen bent of zo, weet ik veel. Ik denk dat dat ook gewoon een illusie is. Volwassenheid bestaat niet. Iedereen is fucking kinderachtig. Kijk deze mensen. Die zijn al bijna, weet ik veel, 70, 80 jaar en die gedragen zich letterlijk als kleine kinderen. Volwassenheid is letterlijk iets wat niet bestaat, denk ik. Ik weet niet zo goed hoe ik dat net moet uitleggen, maar als je kijkt dat zoiets bestaat, en vast hebben jullie ook wel eens discussies met jullie ouders, of mensen die ouder zijn dan jullie, dat jullie denken van, waar de fuck gaat dit eigenlijk over? Van, zijn jullie nog kinderen? Natuurlijk, iedereen heeft wel eens een kinderachtige moment. Maak ik een beetje sens? Ik denk van wel. Ja, als ik het zelf kan zeggen, ja. We moeten eerst naar de bodem van deze bierput. Waarom blijft die linker guy lachen? Ik snap het niet. Hij zit er echt veel te blij. Ja. Ik ga erover na. Nadenken. Ik zie u zo terug en dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Ja? Dat straks. Zeg maar, stel je voor, jij hebt gestudeerd voor rechten te doen of zo en dan ga jij zo'n zaak oplossen over burenruzies. Wel leuk. Dat is wel een soort van entertainen, denk ik. Ik ben benieuwd naar de uitspraak, though. We gaan het zien. U bent dus voortaan lucht voor elkaar. En als iemand zich daar niet aan houdt, dan verbeurt hij een boete van 100 euro per keer aan de tegenpartij. Met een maximum van 5000 euro. Is een hele dure hobby dus. Ik zou het niet doen. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Mijn kutbeslissing. Heb ik hiervoor 13 minuten gekeken voor deze domme, domme beslissing. Godverdomme. Ja, apart man. Nederlanders, jullie zijn wel apart. Dat dit echt een programma is op tv is wel echt crazy. Ik snap er helemaal niks van. Wie nu wat heeft gezegd, we gaan er nooit helaas achterkomen. Want iedereen liegt wel voor zijn beste doeleinden. Jammer genoeg. Fucking Nederlanders man. Ik ga terug verhuizen met jullie rare dingen. Met jullie rare tv-programma. Alles is hier fucking duur. Toe. Bedankt jullie voor het kijken. Geef de video een like. Laat even weten in de reacties wat jullie nog willen zien. En dan, dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video, hopelijk, hè, boys? Ja, toch? Ik spreek jullie tot de volgende keer. Talla.